What up, what up? Het is je boy Demo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Ik ben met de lieftallige juryleden Tim Beumers, iets minder lieftallig dan de rest. Excellent, Kimo en EZG, onze gastjurylid voor vandaag. We gaan het hebben over de battles van de 1/8e finale. En dit keer hebben we Taser tegen Fiction. EZG, wat vond je van deze battle? Een goede battle. Ik ben sowieso best wel fan van Fiction. Ik vind hem best wel verrassend, goed. Is dat dan sinds ze overstap naar Nederland? Ja, precies dat. Ja. En wat ik wel jammer vind is dat het een rematch is. Dus dan het vraagt wel het uiterste van beide MC's. Omdat ze natuurlijk weer opnieuw grappige shit of vette shit op elkaar moeten verzinnen. Ik vond het gewoon wel een stabiele battle. Grappige bars gehoord. Ik steek deze neer om de spanning te snijden. Ik kom het opdoeken als een Marokkaanse koffietafel. Ik vond het een hele goede battle. Wat ik van deze alleen jammer vond, is dat hij op het einde een beetje begon te freestylen. Toen begon het publiek er ook doorheen te praten. Hij verloor het een beetje, dus de aandacht kwijt. En Fiction had dat eigenlijk niet. Die bleef wel heel goed zo stabiel. Hij vuurde gewoon bars af. En, ja. Het moment van deze, dat heb ik opgeschreven als een tasertje. Ja, als een tasertje op het einde. Ja. Oké. Okay. Okay. Dus jij een term, toch? Ja, dat is echt een ding binnen Punch Out. Het is wel eer als je een werkwoord krijgt. Als je gewoon je eigen woord krijgt. Ja. Jij was heel erg excellent. Kijk, ik vind het dan jammer, en het is misschien waarschijnlijk omdat we in de finale zitten, dat dan de twee boys die bekend waren van de bal droppen op bepaalde momenten, dus Taser en Noozy. Allebei op vandaag deze ding, Tasertje, Noozy, ding, Noozy, man. Mm. Weet je? Jammer, man. Dat is jammer. Want ze hadden allebei meer eruit kunnen halen. En ze waren net eigenlijk daarvan af, allebei. Ze waren allebei naar een level dat ze gewoon niet meer chokten, eigenlijk. En gewoon clean dingen gingen doen. En juist vandaag allebei kleine slip-offs. Dus ze hebben er niet helemaal gefokt, niet dat ze die rondes hebben gechokt, maar ze hebben allebei toch wel. Snap je? Deze is een beetje teleurgesteld. De verwachtingen waren hoog. Omdat hun eerste bed gewoon een fucking classic is, in mijn opinie. Dus sowieso waren de verwachtingen hoog. Maar hun hebben een directe rematch, wat je motivatie al een beetje wegneemt. Sowieso, dat snap ik. Je hebt het best al gegeven. Precies, je hebt het best al gegeven. En kijk, een rematch na een jaar is een ander verhaal. Dan een rematch direct, back-to-back. Ja. Snap je? En dan nu nog met de extra pressure van een achtste finale. Dus dat is natuurlijk met Rafaarlijk tegen. Maar dat was niet direct back-to-back. Daar zaten een aantal battles tussen. Ja. Weet je? En dat was dope, want de ene keer had Rafaalik gewoon en daarna had Foe. Dus het was gewoon een revenge story bijna, weet je. Dat was gewoon fucking dope. Ja. Dat was heel dope, maar er zat een ruimte tussen. Okay. En dan kan het je nog motiveren. Of weet je wat, let's run it back, nog een keer. Vooral maar als je de verliezer bent, wil je natuurlijk precies, winnen. Maar back-to-back kan ik snappen dat ze allebei niet super gemotiveerd waren. Dat kan ik gewoon begrijpen. Ze hadden misschien wat meer tijd tussen deze twee battles. Weet je, maar ja, het is gelopen. Zo is het uitgeloopt allemaal, weet je. En het is gewoon jammer dat deze niet clean heeft kunnen finishen en dit niet nog een classic was. Maar ik kan gewoon bijna begrijpen dat deze niet zo dope is als de vorige. Okay. En wat vond je van Fiction zijn performance? Fiction vond ik ook helaas in de vorige battle wel weer doper dan in deze. Maar hij heeft ook waarschijnlijk al zijn beste shit gedaan in die eerste battle van hem. En hij moest ook kijken wat heb ik over nu voor hem. Dus deze vond ik niet zo dope als in die vorige. Fiction vond ik niet zo dope als in die eerste battle, maar hij was wel sowieso degelijk, man. Fiction delivered wel, man. Sinds hij is geswitcht naar Nederlands komt hij altijd wel met fire, hoe dan ook. Okay. Of het is 3 rondes fire, of 2 rondes, of 1 ronde van fire, maar hij komt altijd met fire. Zit er fire. Hij komt altijd wel met fire. Wel, de brand altijd. Ja. Kimo, ben je het daar een beetje mee eens? Heb je het gevoel dat hun een soort van hun reserve bars aan het gooien waren? Mm-hmm. In de grote lijnen wel. Ja. Het was een mooie battle. En de vorige was beter, denk ik. Ja, maar, zeker. Ik heb van alle twee leuke dingen gehoord. Ik vond even van de bars van Fiction die nog niet genoemd is, die ik nice vond, was we keken het racistisch met de Slonsdeels. Stop. Daarom gaan we zeggen dat het niet waar is, inderdaad. Dat kan je niet zeggen. Dat kan ik. Dat was ik toen niet eens. Wat? Nee, Lonsdale maakt geen schoenen. Het zijn Dr. Martens. Ik heb wel eens Lonsdale schoenen gezien. Ja? Maar dat zijn Dr. Martens, dat is altijd aan die hoven met die veters? Nee? Nee. In principe vind ik het van die bokschoenen zijn het, zeg maar. In principe vind ik het überhaupt raar dat Lonsdale dragen. Want Lonsdale is eigenlijk gemaakt door een. Mohammed Ali botste in Lonsdale. En dat is daar niet bepaald iemand die white supremacy is. Volgens mij is het merk Lonsdale ook door een donker persoon. Ik snap in ieder geval wat de lijn bedoelt. Ja, dat is gewoon. Door een donker iemand gemaakt. Maar het is geen Tommy Hilfiger, zeg maar. Maar Fiction, hij heeft die schema's, weet je wel, die zijn on point altijd met die man. Hij is technisch gezien echt moeilijk.
Taser, ja, jammer van de Taser op het einde, die hebben we al genoemd. Maar ik vond hem ook nice, hij ging over fysiek van Fiction, rapper. En toen zei hij van, nou ja, in topvorm als pop, je hoort het zijn. Die vond ik nice. En hij zei de MC in YMCA. Dat in al die jaren dat ik rap en battle rap luister, heb ik nog nooit iemand horen zeggen, you put the MC in YMCA. Nog nooit, terwijl hij was gewoon zo voor de hand liggen dat hij daar gewoon, dat ik dacht van, Ja. Die was eigenlijk de jury nog dus, hè? Oh ja. Hij haalde uit naar de jury. Ja, het ging een beetje over me heen, maar ik kon dat niet echt volgen. Nou, het ging erover dat we hem vorige keer niet begrepen. Dat legde hij op zo'n manier uit dat ik het niet begreep. Ja, dat was toch. Het ging een beetje langs me heen. Maar het is sowieso altijd leuk dat het niet mijn taak is om jou te begrijpen, maar jouw taak is om mij te laten begrijpen. Ja. Dat, weet je. Ja, dat zijn wijze woorden van Tim. Ja. En dan nog één zin die ik ook naar zo'n zei, van omdat hij van wortels houdt, omdat het een pen is. Dat was wel echt, je bent klaar voor kinderen, dead joke nummer 1 gewoon. Yeah. You need kids. En dat moet je zelf ook met een auto ging vergelijken ofzo. Met? Die fiction. Van, dat is eigenlijk fiction, grote tieten en weet ik veel, en je valt van een bleek wijf. Ik heb ook gemerkt eigenlijk in deze battle, vooral een paar keer bij Fiction, dat ze bars heel laat landen bij het publiek. Had bijvoorbeeld die van Bom als Ariana Grande, zo'n achtige lijn. En dat duurde het echt. Bitches, Ariana Grande. Maar dat duurde echt 5 tot 10 seconden voordat het publiek ineens zei: hoe komt dat, denken jullie? Ja, complexiteit toch? De hele simpele, gelijkgevatte lines, of de lines die wat more complex zijn, duren wat langer om te beseffen en door te dringen, maar de reactie dan weer wat groter. Ja, maar hij propt ook veel meer woorden in een zin. Hè? Dus hij gaat en snel achter elkaar door, hij gebruikt veel woorden, hij ruimt heel veel, weet je, dus schematisch is het ingewikkeld. Ja. En dat is aan de ene kant, dus dat skill is natuurlijk nice, maar daar moet je altijd dan voor waken, dat het niet een A1-geregen brei van woorden. Een beetje nuance erin brengen. Klopt. Snap je? Ja. Ja toch. Ik ken die woorden ook, vriend. Ja. Yes. Mm. Tim, nog leuke bars opgeschreven? In een schouwbegeving stop die taser in een bag. Fiction zei dat stop deze taser in een bag, dat is vrouwen tijdens stappen. Of zei taser? Taser zei het. Ja. Dat snap ik dan niet helemaal. Nee. Maar, hij zei het wel. Hij zei het. Zeker. Met een eervolle referentie voor Frans Sinatra, die als eerste enigszins het publiek heel hard. Whoa! Waarvan ik dacht, nou, dat heb jij pas eerder gehoord. Want je reageerde maar heel snel. Die Samson en Gertje. Ja, die Samson en Gertje. Die hoorde de deurbel rinkelen. Dat dacht ik wel leuk. Ja, vond ik leuk. Nee, ik heb allemaal dingen opgeschreven die ik niet begrijp zelf meer. Zonder de context. Dus dat is Vlaams. Dus dan is het logisch dat hij de jury heeft gedist dat ze hem niet begrijpen? Ja, hij begrijpt zijn eigen shit ook niet. Ja, nee, het is zo gek dat staat hier Blobvis Pop Jornfit. Spitline puntjes worden gerecht. Oké, okay, lekker. Lekker duidelijk. Krijg je ervan als je een bitterbal geeft tijdens het judgen. Dat gaat helemaal verkeerd. Oh. Ja, Fiction had een stukje over dat hij voor emo werd genoemd. Toen zei hij, ik snij mezelf vaker dan mensen die clitoris van je madre. Dat vond ik wel leuk. Clitoris snij je altijd leuk. En er is een Natalie Holloway stuk, de vergelijking van ze blijven zoeken. De body zijn die gevonden of zo, weet ik wel. Ja, dat hij het werk van Taser ging analyseren en dat hij maar moest blijven zoeken zonder dat hij echt body erin kon vinden. Had jij is het geen nog wat bars? Nee, het is alles wel een beetje gedaan. Tim stilt altijd de shine. Wacht wel even, de bar shine. Ik was als laatste en je vroeg erom, maar niet zo. Ja. We moeten hem ook soms gunnen. Ja, laten we gelijk dan doorgaan naar de cijfers. Taser tegen Fiction, excellent. Wat zijn jouw cijfers? Taser 7.7. Fiction 8.3, man. 7.7, 8.3. Ja, man. Oké. Is het geen? Taser een 7.2. En Fiction een 8. Oké, mooie cijfers. Tim? Taser een 7.5, Fiction een 7.9. Timo? Taser kreeg van mij onder andere door het tasertje op het einde een 7. Ik heb wel een mooie bars gehoord. Je vindt het wel echt een mooi woord ook, dat tasertje. Het is maar een tasertje, het is jammer, maar het is wat het is. Het loopt zoals het loopt, het gaat zoals het gaat. Fiction, die was vond ik wat nicer qua dat, die was iets consistent. Die had wat meer Fiction. Die deed een fictionje op het einde. Ja, dat is een 7.5 voor mij. Oké, duidelijk. Terwijl ik wacht totdat de vogel komt met de cijfers, kunnen jullie even iets gaan doen voor jezelf. Oh ja, sorry. De cijfers. Taser die is geëindigd op een 7.3.
En Fiction een 7,9. Heel close, maar toch closer voor Fiction. Natuurlijk, niet alleen deze juryleden beslissen wie er heeft gewonnen. Ook jij hebt mogen stemmen. Wil je weten wie de uiteindelijke winnaar is geworden? Dat was een demootje. Ik ben even een demootje. En terwijl ik dat blijf doen, kan je even naar punchoutbattles.nl om te zien wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Bedank ik mijn juryleden, Tim Beumers, Excellent, EZG en Kimo. En zie ik jou bij de volgende aflevering van Punch Out Battles, The Judgment. Mijn naam is Demo.